Nou ja, ik kan beste mensen twee keer een heel gelukkig 2023 wensen, toch? Dus bij deze nog een keertje. Wat fijn dat u er allemaal bent. En wat mooi om de nieuwe start, de start van het nieuwe jaar hier elkaar te kunnen ontmoeten en alle goeds te wensen. Want hoe fijn is het dat dat nu wel weer kan. En in plaats van dat, nou ja, dat het niet meer hoeft met dat stomme schermpje. Dat het vorig jaar sprak ik u toe met zo'n filmpje en dan zeiden we allemaal heel gelukkig en gezond nieuw jaar, maar nu dan in het echt. Een jaar geleden mocht dat allemaal niet. Ongelooflijk, hè? Je zou het heel snel willen vergeten, maar aan de andere kant is het ook wel goed om het niet te snel te vergeten, vind ik dan tenminste. Ik wil vandaag beginnen met om alle hulpverleners en zeker ook de politie te bedanken voor mensen die op oudjaarsdag en met de jaarwisseling allemaal voor ons, voor u en voor mij, allemaal paraat hebben gestaan en zo hard hebben gewerkt. Het is altijd heel bijzonder natuurlijk en daar mogen we allemaal wel hard dankjewel voor zeggen. Het is weer zo'n beetje gegaan zoals altijd, hè? Vanaf de herfstvakantie enorm veel overlast van vuurwerk, illegaal dus vuurwerk, want het mag niet, behalve op oudjaarsavond. Maar voor zover ik weet geen ernstige verwondingen of heel veel brand. Het aantal vernielingen lijkt ook wel mee te vallen, maar dat moeten we nog horen van de wethouder buitenruimte als de balans is opgemaakt, denk ik zo. Maar goed, ja, vanavond kijken we nu met z'n allen vooruit, maar ook nog even terug naar het afgelopen jaar, of de afgelopen jaren, de laatste keer dat we een nieuwjaarsontmoeting hadden hier in deze zaal, 2020. Echt al jaren geleden. Ja, dat matige alternatief, dat filmpje waarin ik u toespreek, ik had het al even over. Toen hadden we het nog over, we zijn bijna klaar, hopen we met corona, en we keken wat vooruit over dingen die bijzonder gingen worden, maar niemand had het toen nog over Oekraïne. Over 24 februari, want dat hielden we elkaar toch echt onmogelijk, terwijl het natuurlijk eigenlijk al 8 jaar aan zat te komen. Het leger van Poetin viel voor een autonoom land met bruut geweld binnen de Oekraïne. En toen was het opeens oorlog. Zo'n beetje 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog hadden we weer oorlog in Europa. Echt ongelooflijk. Dan moeten we natuurlijk niet uitvlakken dat we op de Balkan ook verschrikkelijke dingen hebben gezien. Maar deze oorlog heeft toch een andere impact op ons als samenleving en op ons allemaal. En ook hulde aan al die dappere Oekraïners zou ik willen zeggen die zo'n agressor als Rusland kunnen weerstaan. En dan is het toch onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die Rusland steunen. En wij zijn niet in oorlog met Rusland. Maar indirect zijn we natuurlijk wel bij betrokken, via de NAVO. Maar ook omdat we decennia lang Russisch gas hebben gekocht. En ja, dat krijgen we nu keihard terug op onze eigen energiefactuur. En heel veel van die wapens die nu worden gebruikt tegen de Oekraïners hebben wij niet betaald. Dat geeft wel zorgen, want die energierekening die is nu ook iets wat wij zelf merken. En dat geeft zorgen. Er zijn heel veel mensen die zich enorm zorgen maken over de energierekening. Aan elkaar knopen van de eindjes wordt echt steeds moeilijker. En het eind daarvan is ook nog niet in zicht. De inflatie, nou, het lijkt deze week een beetje mee te gaan vallen met de inflatie, maar die is natuurlijk belachelijk hoog. Ook als je ziet hoe het komt. Het is niet voor niks dat het in Nederland hoger is dan in andere landen. Allerlei organisaties, zoals supermarkten, die pakken even een mogelijkheid mee om dingen naar boven af te ronden. Alles wordt duurder. Aan crisis geen gebrek. En dan mogen we ondertussen wel echt blij zijn over alle mooie dingen die we meemaken. En ondanks die coronabeperkingen ook afgelopen jaar, ja, als voorbeeld, hebben we ook de kindergemeenteraad. Ze heeft het weer van haar beste kant laten zien. We hebben inmiddels weer een nieuwe kindergemeenteraad en daar verwachten we altijd veel van. Dat is ooit begonnen als een club waarvan we zeiden het leuk dat de kinderen leren hoe het bij de gemeente gaat. Maar ik ben echt enorm onder de indruk hoe zij voor die kinderen, 11, 12 jaar, zelf ook bezig zijn met hun omgeving, met hun dorp, met hun krimpen. En het begon er wel dat we hen dat wilden leren, maar inmiddels is het echt een adviesorgaan geworden van de gemeente. En dat is echt heel tof, dat ook hier in huis mensen zeggen, wanneer kunnen wij een keer met ons onderwerp naar ze toe om met ze van gedachten te wisselen. En dat is toch wel heel bijzonder, dat we het hier gewoon gezegd hebben, dat dat echt ook hoopgevend is voor de toekomst. En ik denk dat kijken naar wat hoop geeft, dat dat echt belangrijk is. En dan en ondertussen natuurlijk, ja, gewoon, dat doet het pijn om te zien hoe ongelooflijk veel mensen het lastig hebben. En die Oekraïners die hier zitten, die wij opvangen, die hebben enorm veel zorgen omdat hun familie gewoon nog in oorlogsgebied kwam. Of op andere plekken opgevangen worden waar het allemaal veel minder goed geregeld is. En als je het verhaal hoort van die vluchtelingen die op ons, noem ik maar even, asielschip zitten, ja, die zitten nu tijdelijk in Hellevoetsluis. Maar volgende week komen ze weer terug naar de Slikslood. We gaan ze zo'n beetje halen, tenminste. We maken er een koers van, we varen mooi mee terug.
Maar die zijn ontzettend onzeker over hun bestaan. Het hele leven staat op pauze. We hebben ook vanmiddag met omwonenden van de Vicenta gesproken. We zijn nu de lessen weer gaan. In dat gebouwtje willen de kinderen les gaan geven. Maar officieel mogen die kinderen geen les krijgen, omdat ze in crisisnoodopvang zitten. Ik gewoon een jaar lang, dan mag je niks leren in een land waarvan je nu al vrijwel zeker weet dat je mag blijven. En als je eenmaal mag blijven, zegt iedereen, waarom spreek je geen Nederlands? Ja, ik kan daar nog wel wat over zeggen. Wij regelen dat dus met vrijwilligers en ook met een coördinator. Maar ook de onderwijsinspectie is nu boos op ons dat het nodig is dat het met vrijwilligers wordt georganiseerd. Ja, dus we hebben aan de onderwijsinspectie gevraagd, kunt u dan geen rechtszaak tegen ons beginnen? Dan leggen we die door naar de minister, maar dat gaat niet. Dus we regelen dat zelf. En dat zijn we ontzettend dankbaar, en u ook, zeg ik maar vast, dat er mensen zijn die dat willen oppakken. Maar dat het nodig is, je zou er echt wat van vinden. Maar goed, die mensen die het moeilijk vinden om de enkel aan elkaar te knopen, dat is een veel grotere groep dan de mensen die, zeg maar, de logische groep of de voor de hand liggende groep. En dat is lastig. En dan willen we als gemeente helpen. Dat doen we ook, maar dat past niet zomaar altijd binnen de bestaande regels. Want een crisis is nooit binnen de regels. Want dan was het geen crisis, maar alleen maar ingewikkeld. Dus de oplossing kan ook niet alleen maar binnen de regels zitten. En dan is het lastig, wat doe je dan? En het vind ik ook wel weer mooi dat we door de coronacrisis anders zijn gaan nadenken, of eigenlijk zijn gaan nadenken over de rol van de overheid. Want we hebben 20 jaar geleden, of hoe lang was het, hebben we de zorg geprivatiseerd. Het openbaar vervoer, beveiligingsdiensten, energievoorziening. Het is allemaal op afstand gezet. En dan komt er een crisis, of het nou een gezondheidscrisis is, of een economische crisis, of een energiecrisis. En dan is maar de vraag of dat nou allemaal zo verstandig was. Ik heb wel een antwoord op die retorische vraag. In goede tijden leek het wel verstandig te zijn, maar inmiddels blijkt dan ook dat je op bepaalde manieren en momenten de regie had moeten kunnen pakken. En dat kon niet. Omdat we dat zelf in goede tijden goed geregeld hadden voor anderen, maar niet voor de overheid. En zeker niet als bijvoorbeeld ook het COA totaal afgebrokkeld. Afgebladderde organisatie geworden, waarvan we wel vaker het grapje hebben gemaakt. Daar zouden ze een keer een burgemeesterbaas van moeten maken, maar toen ze deze niet heel veel beter. De Rijksoverheid zoekt steeds vaker de gemeente om op te lossen wat ze zelf niet kunnen. En wij kunnen dat wel als gemeente, dus dat scheelt weer. Het is wel raar dat het nodig is, want we hadden het zo niet afgesproken met elkaar. En ze zegt, ja, maar geld is er genoeg. Ja, maar waar dacht je dat de inflatie vandaan komt? Geld bijdrukken. Dat is een belangrijk onderdeel van de inflatie. En dus, maar goed, dus het moet allemaal misschien ook wel een beetje anders. Maar daar zijn we natuurlijk, als we eerlijk zijn, helemaal niet zo goed in veranderen. We hebben allemaal een beetje tijd nodig om ons aan te passen en een beetje de hobbels, onzekerheid, wantrouwen, het onbekende een beetje overwinnen. En want het is wel prettig als je weet waar je toe bent. Maar als er iets is wat we in deze tijd niet hebben, is dat je weet waar je toe bent. We zoeken in die tijden van onzekerheid heel vaak naar mensen die het met ons eens zijn. En dan heb je ook nog dat social media dat versterkt, want dan kom je vaak op dezelfde plek en dat scheelt weer in de advertentieinkomsten. Dus dan ontstaat polarisatie. Maar polarisatie ligt altijd aan de ander. Want als iedereen hun mening eens was, hadden we geen polarisatie en ook geen verschil van mening. Dus jouw mening is niet per se slecht, maar wel stom. Dat is de basis van polarisatie. En iedereen hier weet, ik hoop er, dat je nog vandaag of gisteren hebt gedacht, ja, maar wat hij of zij denkt is eigenlijk best wel stom. En dat is dan ook zo. Maar dat is wel het begin van polarisatie. Het is wel tijd om daar anders naar te kijken. Dus verandering, dat is niet altijd makkelijk, maar het is wel nodig. En de manier waarop, dat is ook belangrijk, maar ook wat je behoudt. Maar wat behoud je wel? En wat moet anders? En zie je niemand over het hoofd? Ik denk een belangrijke regel en vraag voor de overheid. Zie je niemand over het hoofd? En kan iedereen wel meekomen in deze ingewikkelde wereld? Wat afgelopen jaar heel duidelijk is geworden, en komend kwartaal, half jaar nog duidelijker gaat worden, is dat je als je geld gooit tegen een crisis, dan los je het niet meer op. Geld voor armoede, geld voor de energiecrisis, voor de kinderopvang, toeslagen. Ik heb hier staan misdaad, dat vind ik het, van de Rijksoverheid. En geld compenseert soms wel iets, maar het lost niet voldoende op. Er ligt heel veel geld klaar voor meer ambulances, maar we hebben geen chauffeurs en geen ambulancebroeders voor de hoog. Er ligt heel veel geld klaar voor meer politie. Ja, dat is prima, maar dat betekent dat je vacatures hebt, niet dat je meer agenten hebt. Dat neemt jaren, want het is een vak. Dat logisch, hè? Dus er is veel meer voor nodig, maar ook voor al die crisisonderwerpen die in de gemeenschap spelen. Dus daar is zorg voor nodig en aandacht en naaste liefde en warmte. En dat kan dus de overheid niet allemaal zelf leveren. En dat is glashelder. En dan doet Krimpen het mede daardoor ook wel best wel goed. En dat is de diakonieën, de vrijwilligersorganisaties, betrokken politiek,
actieve ambtelijke organisatie proberen we mensen te helpen die dat nodig hebben. Ik ben er echt heel trots op. Heel veel om dankbaar voor te zijn. Dat geeft ook hoop. En ik vind het echt mooi om al die activiteiten te zien. Van het omzien naar je buren, of het nou coronatijd is of niet. De opvang van de Oekraïners. En de manier waarop we met z'n allen die opvarenden van ons asielschip opnemen en hoe we daarmee omgaan. Het helpen van de vreemden als het om belastingpapieren gaat. Vrijwilliger zijn bij de belbus of bij de verkeersregelaars. Je kunt duizend dingen noemen en nog niet klaar zijn met alle dingen waar eigenlijk, die eigenlijk bijna vanzelf gaan. Maar die gaan allemaal alleen maar vanzelf, dat iemand het doet. Ook wel bijzonder, hè? Ik ben in deze regio een traditie van mouwen oprollen, hard werken en dan resultaat boeken met elkaar. Staat dat in 2023 ook niet. Zorg ervoor een mooie gemeente, een mooie gemeenschap. Maar laten we ook wel nieuwsgierig zijn naar de toekomst en naar wat het kan opleveren. Wat ons leven kan verbeteren, onze gemeenschap kan verbeteren. Ja, over 8 weken vanavond start ik in de mooie gemeente Leidschendam-Vorp. Daar doen ze bijna alles net even anders. Dat is mijn ervaring inmiddels. Ik kijk er echt naar uit. De volgende stap. Maar kijk, ik ben nog niet weg. Dit is niet mijn afscheidstoespraak. Dus voor nu, allemaal een heel mooi en gezond 2023. En dan hebben we natuurlijk altijd nog vanavond de kwestie van de gulden. Voor de trouwe lezers en luisteraars. De Wegemond-gulden. Een burgervader Puur Sang. Iemand die als burgemeester zo lang geleden al het voortouw nam om mensen te helpen die hun leven niet zelf op orde konden krijgen. Het was in die tijd helemaal niet gebruikelijk dat de gemeente daar een rol in nam. En daar hebben we een oorkonde naar verdoen. Krimpenaar van het jaar 2022. Ja, het is heel bijzonder om daar iemand voor te mogen nomineren. En het is helemaal bijzonder om daar iemand voor naar voren te mogen vragen. We hebben best lang over nagedacht. Dus een comité die adviseert aan het college van burgemeester en wethouder. En in dit geval is het iemand waarvan we gezegd, ja, dat is iemand die echt voldoet aan alle criteria. En ik ben ook heel blij dat die persoon hier aanwezig is. Iedereen weet over wie het gaat namelijk. En dat is ook mooi, hè? Als je dat hoort, dan denk je, oh ja, logisch. Lemon. Degene over wie het gaat, die is de oprichter van de Stichting Activiteiten Oud Krimpen. En organiseert in de Tuinstraat de Bingo's en de Rommelmarkt. Coördinator van de vrijwillige verkeersregelaars. Die we nodig hebben, want zonder hen geen Sinterklaasentocht, geen Houtenvierdaagse, geen Krimpenfestival, geen Surfbok en al die andere dingen waar ze bij nodig zijn. Ze coördineert de opleiding voor deze mensen, actief bij de EHBO en dit jaar zeer actief en betrokken bij de eerste opvang van de Oekraïners in de Tuinstraat. Daar ook mensen opvangen, de vrijwilligers bijeenroepen en het organiseren van de barbecue waarmee we de buurt en de Oekraïners aan elkaar gekoppeld hebben. En iedereen denkt, dat is voor hè? Mag ik jou naar voren roepen? Corona heeft zichzelf voor gekozen om minder hard te gaan werken, om dan haar vrije tijd voor een heel groot deel te besteden aan het krachtig en mooi houden van Oud Krimpen, haar buurt, haar wijk. En daarom hebben wij gekozen om de aanbeveling te volgen van het comité. En Cora, je bent Krimpenaar van het jaar. We gaan even voor de ding staan hier op de Dankjewel.
net even meekijken met de muziek. En het stuk heet Andante Cante Bile. Andante is een gaande beweging. En dat past wel een beetje bij Chris van de IJssel. Misschien denkt u, wie is die meneer die dat zegt? Ik ben Joris Hoste en ben sinds september gekozen tot polderdichter van de Krimpende Waard. En toen heb ik dit gekregen. Dat leek me leuk om even neer te zetten. Een prachtig trofee die laat zien waar gaat het om in de Krimpende Waard. Nou, natuur, bomen zijn belangrijk. Maar Krimp aan de IJssel is daarin wel een bijzondere plaats. Het zit op de rand van de stad en van de polder. En ik woon sinds 2000 in Krimp aan de IJssel en ik heb eerlijk gezegd altijd een beetje haat-liefde verhouding gehad met Krimpen. Nu zijn hier vast mensen die geboren en getogen zijn in Krimpen en er apetrots op zijn. En als ik de burgemeester er hoor, dan denk ik van die is ook apetrots op Krimpen. En helemaal terecht, want dat heb ik inmiddels wel ontdekt. Ik ben ook apetrots op Krimpen. Maar het heeft dus even geduurd bij mij. En hoe komt dat? Ik ben van beroep architect. Ik hou van steden. Ik hou van mooie gebouwen, dingen die gebeuren. En ik vond Krimpen altijd een beetje een saai dorp. Ik heb wel eens in een dorp gewoond dat Voorburg heette. Daar wil je helemaal niet mee. Maar... dus dat zijn ook maar Krimpen doet er niet, komt er eigenlijk in de buurt. En het gedicht wat ik geschreven heb, heb ik al een poosje geleden geschreven. Dat ik dat nog niet ergens officieel laten horen. Ik geloof dat alleen Krimpen Kisten een keer gehoord heeft. En dat heet ook Krimpen aan de IJssel. En ik heb daarin geprobeerd om te typeren waarom Krimpen aan de IJssel voor mij eigenlijk zo'n mooie plek is. Want de rand tussen de stad en de polder, eigenlijk super uniek. Balancerend op de stadsrand tussen Boijmans en Boerbas, droomde ik in mijn doorzoomwoning dat ik in het Hilton was. Alle bomen op het Hofplein ruisten zachtjes voor mijn raam en ik prees mezelf gelukkig dat ze hier gewoon al staan. Dank u wel.
Corre van der Sluis. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd met de Guldenmond-oorkonde. Dankjewel. Ja. Was je verrast? Ja, ik had niet verwacht. Ja. Hebben ze je nou zeg maar met een bepaald verhaal hier naar het raadhuis gelokt? Nee, wij komen eigenlijk altijd ieder jaar. Dus ik doe dan een oproep en dan zeg ik, jongens, wie gaat er met me mee na de nieuwjaarsreceptie? Ja. En jij hebt je woont in Oud-Krimpen. Wat? En al heel lang? Sinds ik 4 maanden ben, dus ruim over 50 jaar. Ja. En je bent enorm betrokken bij het wel en wee van Oud-Krimpen. Hoe is dat zo gegroeid? Vanzelf, zonder... Het gebeurt allemaal vanzelf. Zonder gewoon, er gebeurde wat en dan deden we het gewoon. Heb je van nature, zeg maar, grote sociale betrokkenheid? Ik denk het wel, want buiten hier in Krimpen doe ik het in Krimpen de Waard ook. Ja. En waar begon het nou mee? Je eerste betrokkenheid bij Oud-Krimpen, dat je denkt van... Daar ga ik wat aan doen, daar ga ik me mee bemoeien, daar ga ik mijn beste beentje voor zetten. Ik zou het niet eens durven zeggen. Ik denk al toen ik klein was. Maar... Zo lang geleden is dat? Nou. Noem eens wat. Wat doe je allemaal in Oud-Krimpen? We doen de jaarlijkse rommelmarkt. We proberen om zoveel jaar een buurtfeest te houden. We draaien bingo's, kinderbingo's, kinderspelletjesmiddagen. We hebben 100 jaar Tuinstraat gevierd. Dus ja, noem het maar op. Heb je nog wat tijd voor jezelf? Ja, maar daarom werk ik ook part-time. Maar dit doe je natuurlijk niet alleen, hè? Nee, zeker niet. Met heel veel vrijwilligers. Ook met verkeersregelaars. Doen we ook alles met elkaar. Ja, ja. En hoeveel tijd ben je nou zeg maar, door de week zo kwijt? Soms weken niet. En andere weken gewoon 15 uur. Hangt er vanaf wat er te doen is in de buurt. Ja. En word je ook benaderd door andere mensen uit Krimpen van... joh, wij hebben een bepaald plan, een leuk feestje. Heb jij ideeën, wil je ons helpen? De afgelopen jaren mochten natuurlijk niks. Maar we hebben altijd gezegd, heb je een leuk idee, kom maar op. Wij denken wel mee. Zo'n coronatijd, hè? Bedoel, het mocht inderdaad niet veel. Hoe ben je dat doorgekomen? Want jij lijkt me een typische doener die niet stil kan zitten. We hebben op een gegeven moment rond 5 mei cupcakes laten maken met het vrijheidslogo. En die hebben bij verschillende mensen hebben dat langsgebracht. Met een leuk tekstje erbij. We hebben met oud en nieuw bij verschillende mensen oliebollen of een doosje met kaasworst en dat soort dingen. Wat te drinken erbij. Dus mensen die alleen waren of... Wat heb je nu op stapel staan? Eerst komen sowieso de jaarlijkse rommelmarkt. En beginnen volgende week weer met onze eerste bingo van het jaar. De eerste bingo van het jaar. En waar gaat dat gebeuren? Wij mogen nu, in het verleden deden wij dat in de oude muziekschool. Dat is nu geen optie. Dus we gebruiken nu de aula van de voormalige van de Kompas in de Tuinstraat. Ja. Nou, ik vind het geweldig. Als er echt iemand is die sociaal betrokken is bij de wijk. En haar beste beentje daarin voorzet. Ja, wat kunnen we nog meer van je verwachten? Geen idee. We gaan zien wat de tijd ons brengt. Maar iedereen kan gewoon een beroep op je blijven doen, hè? Zeker weten. Ben je ook nog bezig geweest met EHBO? Ik ben nu bijna 25 jaar EHBO'er. En geef je regelmatig oefeningen? Of? We doen de jaarlijkse herhalingen volgen we. We doen met een hele groep doen we de jaarlijkse burgerreanimatie begeleiden, de opleidingen. En hierna ga ik straks daar nog even heen, want die hebben ook de nieuwjaarsreceptie. Wat doe je eigenlijk niet? Er is nog zat wat ik niet doe. Maar wie weet wat er nog komen gaat. Hoe was dat dan toch voor jou om dan vanavond toch ineens zo echt naar voren uitgenodigd te worden? Nou, toen dacht ik van waar kan ik wegkruipen? Je had er liever niet gestaan? Het is hartstikke leuk, maar ik ben meer van de achtergrond dan echt op de voorgrond. Dat hoeft niet zo nodig voor mij. En kun je dan nog wat voorbeelden noemen van dingen die je graag op de achtergrond doet? Wij hebben 100 jaar Tuinstraat gevierd. En toen werd ik ook bedankt. En toen ben ik zo gestaan dat ze me niet zagen. Wat hebben jullie allemaal gedaan bij dat 100 jaar Tuinstraatfeest? We hadden een rommelmarkt met allemaal kramen. We hadden kinderactiviteiten, een glijbaan met een waterbaan, een springkussen, een goochelclown, een sminkclown, muziek, bandjes, eten, drinken. Een echt oud krimpenfeestje eigenlijk? Inderdaad. En daar gaan we nu weer naartoe werken, naar het volgende feestje. En ook nog in de politiek bezig? Voor Leefbaar, ja. En wat doe je dan voor Leefbaar Krimpen? Ik stond op de lijst. Ik ben niet gekozen dat ik genoeg zetels had of stemmen had om in de raad te komen. Maar wie weet wat de toekomst brengt. We gaan er gewoon mee door. Cora, heel erg gefeliciteerd. Je hebt een prachtige onderscheiding. Ga je een mooi plekje geven? Ja, ik ga hem eerst ergens gewoon straks neerzetten. En dan gaan we eens kijken waar hem opgenomen. Goed, Cora van der Sluis. Gefeliciteerd met de Guldenmond-oorkonde. En ik wens je nog heel veel plezier en heel veel succes. Dankjewel.